In hun strijd om het centrum van Leiden autoluul te krijgen, kijkt de gemeente niet alleen naar de bewoners van de stad. Bezoekers zouden binnenkort aan de rand moeten parkeren om vervolgens met een ander vervoermiddel verder te reizen naar het centrum. Het stadsparkeerplan aan de Haagweg biedt al jaren een vergelijkbaar concept aan. Ik vroeg directeur Chris Verplanken waaraan een PNR-plek moet voldoen en wat hij van de locaties vindt die de gemeente heeft uitgekozen. Wat wij hier doen op dit parkeerterrein, grote parkeerterrein aan de rand van de stad, is zoveel mogelijk bezoekers afvangen in plaats van dat ze de binnenstad ingaan. En wij brengen ze vervolgens gratis met een busje. Parkeren moet je wel betalen natuurlijk, maar dat is wat wij doen. De gemeente heeft hem nog niet gebeld voor advies. Vooruitlopend neemt de ervaringsdeskundige vast een kijkje op een van de beoogde Park en Rijd Plus locaties rondom het centrum. Opvallend genoeg ligt de plek buiten de stadsgrenzen. We rijden nu naar Zoeterwoude. Op de parkeerplaats bij Laplace is volgens de gemeente Leiden voldoende ruimte om de plekken die verdwijnen door de sloop van de Morspoortgarage op te vangen. Volgens Verplanken een bijzondere keus. Ik denk dat Leiden de enige gemeente is in Nederland die haar problemen over de schutting gooit. Zodat het anders kan oplossen. Op dit moment staat de meeste parkeerders van de Morspoortgarage zijn de mensen die er werken in de buurt, ambtenaren ook. Maar vooral naturalisbezoekers. Nee, dat zie je niet gebeuren als ze hier gaan parkeren. Nee. En dit is te klein om zeg maar, als satelliethub voor de binnenstad te fungeren. Want je moet echt uitpakken. Tenzij het de bedoeling is dat het gewoon elk jaar een miljoen kost. Dan moet je er anders naar kijken. Maar ik denk niet dat wij dan meewerken. In de directe omgeving van het Laplace-terrein zijn volgens Verplanken wel mogelijkheden. En nog op Leids grondgebied ook. Dit stukje, het eerste stukje tot Europaweg. Het is de Vrouwenweg Europaweg. Ik heb het niet over het hele stuk, ook niet achter die huizen. Ik heb het over dit stukje, richting dat kleine villaatje daar staat. Dat stuk is al vele malen groter dan de Haagweg zelf. Dus daarmee hoef je niet rare dingen te doen in een andere gemeente, Zoeterwoude. Die veel geld kosten en misschien niet succesvol blijken. Je hoeft ook geen parkeerterrein te maken op de huidige Gamma, op de Lammerschans, voor 150 plekken. Waar misschien liever wil bouwen. En misschien kan in de toekomst zelfs de Haagweg overbodig zijn. Dan kun je daar ook gaan bouwen. Die wens leeft natuurlijk altijd. De busjes van het stadsparkeerplan rijden voorlopig nog gewoon heen en weer vanaf de Haagweg. Waar de nieuwe PNR Plus terreinen echt komen, zal de komende maanden duidelijk worden als de plannen worden besproken met de gemeenteraad.